Welkom bij de Office 365 update van de maand oktober. Zoals van oud met mijn collega Frank van den Burg. Hey. Ik ben Edwin Kommerink en de komende 15 minuten gaan we jullie helemaal bijpraten rondom Office 365. Met een aantal leuke items rondom kanalen in Teams. Zeker. Ook Teams dingen weer. Ja. Zoals altijd eigenlijk. En Microsoft List. Microsoft List, wat nieuws. Dus, laten we eens gaan kijken. Genoeg te doen. We beginnen met de nieuwe layout van de Office Portal. Volgens mij is dit linkerbalk is anders. Klopt. Ja, Office Portal via te bereiken via office.com en loggen met je Office account. In het verleden stonden inderdaad de apps bovenaan, dus de icoontjes van de apps. En daaronder dan je aanbevolen items en daaronder dan je recente vastgebonden. Ja. En ze dachten, nou, weet je, wat je eigenlijk het vaakst gebruikt zijn natuurlijk de documenten waar je in werkt. Dus die willen bovenin zetten en we verplaatsen dan de iconen naar links. Dus nou ja, vrij kleine wijziging. Ja. Maar uiteindelijk moet dit natuurlijk wel naar, wat is het, een miljard Office gebruikers wordt dit gepubliceerd. Dus ja, klein, maar op zich prima. Ik vind de iconen niet super duidelijk aan de linkerkant. Met name als het niet gaat om de bovenste vier. Nee. Dus als je daar Dynamics, een Planner, een Power BI, een Flow, een Power Apps hebt. Dan, ja, dan denk ik, kent iedereen die iconen dan zo goed dat je precies er tussenuit kan filteren. Daar kan misschien iets van verbeteren. Ja. Maar verder, ja, dat je documenten prominenter in beeld zijn. Dat is handig. Een plus, ja. Zeker. Gaan we naar de nieuwe flow triggers? Ja. Voor mij twee voorbeelden. Ja. In de slide. Ja, en nou, we hebben het er kort over gehad. Hè, dat flow triggers zijn niet iets waar we normaal van denken. Nou, dat is iets wat nieuwswaardig is. Nee. Alleen, dit zijn wel twee dingen die denk ik echt een impact kunnen maken. Hoe mensen met teams werken en persoonlijk met taken samenwerken. De eerste is namelijk, die zie je ook aan de linkerkant, is dat je met een flow kan je natuurlijk geautomatiseerde dingen doen. Hè? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld komt er een mailtje binnen van een bepaalde persoon, zie je dan ook een berichtje in Teams. Hè? En dat kon al in het verleden, alleen dan kon je nooit een app-notificatie gebruiken. Dus je kon niet een team benoemen, niet een persoon benoemen. Mm-hmm. Dus ja, het waren vrij statische berichten zonder triggers. Of zonder, hey jongens, let op. Ja. En nu kan het dus wel. Dus ja, je kan inderdaad geautomatiseerde berichten in Teams laten komen. Plus het hele team waarschuwen, of een persoon, of een groep mensen, of wat voor vorm dan ook. En het idee wat we daar zelf bij hadden, was om nieuwe medewerkers die uitgenodigd worden voor een team. Of dat nou het organisatieteam is, of het marketingteam, of het projectenteam. Je wordt daarin uitgenodigd en automatisch als iemand aan een team wordt toegevoegd, dan stuurt hij een berichtje. Hallo beste persoon die uitgenodigd is, met een ad-notificatie, dus een pop-up van in beeld. Dit is hoe ons team werkt. Deze tabbladen hebben, voor deze redenen, met deze informatie. Hier kan je dit vinden. Heb je vragen, loop even naar die. Dit is het doel van dit team. Ja. Dat soort informatie. Ja, en dat maakt het net even voor een onboardingsprocedure of gewoon om mensen wegwijs te maken binnen Teams. Dat is natuurlijk hartstikke handig. Ja. En het is volledig geautomatiseerd. Dus ja, super. Dit is ja, leuk. Dat gaan we zelf ook toepassen bij ons. Ja. De tweede is wat anders. Dat is eigenlijk het gebruiken van flows, hè, dus acties op basis van een chat item. Mm-hmm. In het verleden chats, die kennen we natuurlijk, hè, daar kan je like aan geven en het hartje en alles zien we regelmatig langskomen. Maar ook vertalen, wijzigen, opslaan als belangrijk, notificaties, markeren als ongelezen. Daar zit nu een knop bij, meerdere acties. En daar kan je dus flows koppelen. En wat wij bijvoorbeeld toegepast hebben, is dat je een flow kan starten. Je zegt, maak een taak aan. Een persoonlijke taak, meer een Outlook taak of een to-do, op basis van deze chat. Dus jij stuurt mij een chatje, Frank, ik heb de presentatie voor ons webinar af, kan je er nog even naar kijken? En dan denk ik, ja, wacht even, maar ik zit nu bij een klant, dat moet ik even laten doen. Ja. Maar ik wil niet die chat die open staat, constant open laten staan of in 10 andere chats die daarna binnenkomen, dat uit het zicht verliest. Dus ik kan dat chatje dan converteren naar een taak en dan komt hij in mijn to-do terecht. Ja, dat is wel handig. Ja. En in to-do pak ik dat chatje erop of pak ik dan die taak erbij, dan klik ik daarop. En in die informatie van die taak heb ik dan ook staan, joh, wil je het oorspronkelijke berichtje zien? Klik dan hier, klik je erop, open die Teams client, gaat hij naar ons gesprek toe. Markeert hij als geel die chat die jij mij gestuurd hebt, dan kan ik makkelijk eens al reageren. Oh, of, ja. Dus ja, dit is echt, dit kan echt mensen helpen in hun dagelijkse werkzaamheden. En het voorkomt een beetje dat we... Wat we in het verleden of misschien nog steeds veel doen in Outlook. Dat we allemaal mail ongelezen laten staan met het idee, daar moet ik nog iets mee. Ja. Dat we in Teams dat ook weer erbij gaan zitten doen. Dat je in Teams chatjes ongelezen hebt, in mail mailtjes ongelezen hebt. Ja. Want daar moet ik nog iets mee.
Ja, dat is prima als je er 3 hebt, maar als je er 100 hebt, op een gegeven moment, ja, nee, is niet wat doen. Kan je er nog mee? Ja. Ik mag bij wijze van niet meer chatten met iemand, want anders raak ik dan in dat zetje uit het zicht. Ja. Dus ja, vandaar toch eventjes aandacht hieraan. Dat is echt een coole functionaliteit. Als je hier wat mee wil, of je denkt, hey, die willen wij ook vooral aangeven, dan kunnen we je helpen. Hij koppelt nog niet met planner, hè? Nee. Standaard niet? Nee. Nee, eigenlijk zelfs standaard met To-Do niet. Dat hebben we zelf gemaakt. Zo'n flow. Dat is wel vrij eenvoudig te maken. Voor planner moet je eigenlijk hetzelfde. Moet je echt even bouwen. Dan moet je wel wat ervaring hebben om met flow te werken. Ja. Dus heb je dat nog niet even laten weten. Maar ja, kunnen we ken je dat wel, dan absoluut even mee experimenteren. Ja, mooi. Dan komen we bij de teamsmeldingen. Dit is dan de vergadering direct vanuit je kanaal starten. En nu dus ook plannen. Ja. Precies, hè. In het verleden was dit, vergaderen was nu vergaderen. Ja, wat deed dat? Het startte meteen een meeting, geeft een titel, start. Ja. En dan konden andere mensen of direct erbij klikken, of je kon ze handmatig bellen vanuit het lijstje. En nu heb je eigenlijk een tweede optie erbij gekregen, een vergadering plannen binnen een kanaal. Dus bijvoorbeeld morgen, volgende week. Dan zie je wel staan dat er een vergadering gepland is in dat kanaal, dus een soort van chatbericht. En op het moment dat die vergadering dan bijna begint, dan komt er ook automatisch een start of een join knop, ja, dat je erin kan gaan. En ook je ziet het visueel in je kanaal, komt er naast het kanaal dan een soort video icoontje. Je ziet, dat kanaal wordt momenteel vergaderd. Dus het maakt ook voor mensen visueel inzichtelijk dat sommige kanalen of mensen dat kanaal aan het vergaderen zijn. En dat is normaal natuurlijk als we het via Outlook doen, is dat onzichtbaar. Ja. En dan zie je alleen maar aan een persoon of ze heeft dan een meeting zitten, maar niet op een mens in een kanaal. Dus ja, klein dingetje, maar ja, handig. Het is volgens mij weer een dingetje van Outlook en Teams wat een beetje tussenin hangt, wat ze nu in beide mogelijk maken. Ja. Nou, volgende gaat ook over kanalen, maar nu om een nieuw gesprek te starten. Met een mooie knop onderin, ja. Word je heel blij van. Hier hebben we de collectieve week over gedaan. Ja, dit was top. Even als je het screenshot ziet, hoe het in het verleden natuurlijk was, was daar stond gewoon een balk, een chatbalk, met bijlagen toevoegen, emoticons en dat soort dingen. Ja. Alleen die balk zit net onder die knop, reply van het post daarboven. En zelfs als IT-bedrijf, als je bij ons zag in onze nieuwsfeed, onze nieuwsberichten, hoe vaak mensen per ongeluk een nieuw gesprek starten terwijl ze reageren onder een bestaand gesprek. Ja. Heel vaak, er werd ook massaal belachelijk gemaakt of opgereageerd op dat bericht. Maar ja, wel zodanig vers, als dat zelfs in training ik gaf, werd dat altijd even speciaal benoemd. Daar zag het ook wel misgaan. Het was echt wel iets wat heel vaak misging. En daar hebben we best wel om gelachen, maar ja, functioneel was het natuurlijk totaal niet. Dus nu is heel die balk weg. Er zit gewoon een knop, nieuw gesprek, om heel duidelijk te definiëren. Let op, wil je een nieuw gesprek starten of reageren op een bestaand gesprek? Ja. En als je die balk of die knop drukt, dan krijg je gewoon die klassieke balk weer te zien. En kan je dat opzicht, ja. Dus ja, met weemoed gaan we nog terugdenken aan de tijden van we leren dat mensen nog die verkeerde berichten plaatsten. Maar functioneel gezien is dit wel echt wel een grote verbetering. Dus, ja, ja, absoluut. Ja. Maar we hebben gelachen. Ja. Dat absoluut. Ja. Nou, volgende nieuw punt is kanaalinformatie. Dus dat voor me dat ietje wat bovenin staat. Precies. Ja, onaangekondigd erbij gekomen. Niemand wist dat dit kwam. Maar het stond er in één keer. En uiteindelijk is het ook een soort samenvatting van informatie die ook te vinden is in ergens in de tabbladen van Teams. Alleen met name als lid van een team is het handig. Je gaat een nieuw team in, je klikt op het i'tje, dan zie je even snel wie zijn nou mijn deelnemers, wat zijn de laatste updates hierin, wie heeft de laatste dingen bijgedragen. Ja, dat moest normaal, moest je dan naar het team beheren, 3 puntjes, deelnemers openen. Of, ja, hele zoektocht. Hele zoektocht voor informatie, dat je denkt, dat zijn toch dingen die je snel wil weten. Ja. Als jij obscure settings wil aanpassen, prima dat je dan door een menustructuurtje heen moet. Maar, dus ja, best wel een kleine verandering, maar ja, wel nuttig even om te zien. Hoeveel mensen zitten hierin? Hoeveel gasten zitten hierin? Dat soort vragen, dat is natuurlijk best wel handig. Ik ga een team in, blijkt, hey, let op, er zitten 3 mensen van buiten de organisatie in. Even opletten met de dingen die ik erin plaats bijvoorbeeld. Ja, dat is handig. Het volgende item is het tabblad verversen. Dat kennen we denk ik ook wel uit de browser. Precies. Ja, wie kent het niet? Ja. Vers, hè? Dat eigenlijk zo logisch als maar kan zijn. En waarom is dit? In het verleden, als iemand mapjes aan het aanmaken was, bestanden aan het aanmaken was, die tab die verversten niet. Dus ja, wilde je dat dan zien, dan moest je, ja, hoe kon je verversen? Naar een ander team te gaan, naar een ander kanaal te gaan, terug naar de chats te gaan. Ja, heel een beetje
treurige manier om te verversen. Ja. En dit, ja, weet je, in een browser zit het ook. Iedereen kent het. Iedereen weet de F5 te drukken. Dus ja, prima. Geen, niet meer dan normaal eigenlijk. Nee. Nou, volgende puntje is de samenwerking met Skype Consumenten, wat nu live is. Hè. We hebben het ook in onze Summer Edition al gemeld in de top 10 vorige maand. Dus we waren er blij mee. Ja, zeker. Weet je niet welk nummer die was? Ik was 6 of 5? Nou, hij stond niet in de top 3, maar wel gaaf, denk ik. Ja, ja, dit was ook een heel lang geleden aangekondigd en nu eindelijk is het er. Dus natuurlijk heel lang hebben ze actief geweest op het Skype for Business naar Teams. Nou, dat is nog steeds gaande bij heel veel bedrijven en dat werkt ook wel samen. Alleen Skype voor consumenten, dat was helemaal losstaand. En een heleboel mensen hadden in het verleden ooit een Skype-account gemaakt om te bellen op vakantie, om met een te kunnen skypen, nou ja, dat soort dingen. En we kwamen het zakelijk dus ook best wel vaak tegen eigenlijk, dat mensen Skype gebruikten, consumenten. Maar Teams en Skype voor consumenten, dat werkte niet samen. Ja. Dus dan moest de een weer een Skype-account aanmaken of moesten ze uitnodigen in een team. En, ja, omslachtig. En nu kan je één op één direct vanuit je Teams. Je gaat een nieuw gesprek starten, je vult een Skype-account, een Hotmail-account van iemand. Kan chatten, en zij zit in Skype, jij zit in Teams. En het werkt feilloos. Ja. Dus goede functionaliteit, met een paar beperkingen. De emoticons, gifjes, dat gaat niet helemaal lekker over. Wil je een groepschat maken met twee mensen die in Teams zitten, twee in Skype? Dat snapt hij ook niet. Dus ja, ruimte voor verbetering, absoluut. Maar ja, dit maakt wel makkelijker om met mensen te communiceren buiten met Teams werken, met Office 365. Dus, goeie. Het laatste item van Teams is de vertaalfunctie, die nu weer standaard aanstaat. Ja, ja, dat zeg je precies goed. Die is heel lang geleden een keer aangezet. Toen zat hij erin. Toen hebben we het ook een keer over gehad, volgens mij. Toen is hij uitgegaan. Toen dachten we van, nou, het zal wel niet werken. Of het zal wel een probleem veroorzaakt hebben. En toen bleek dat het als je in de als een admin naar de Teams beheerscentrum gaat, dan kon je daar een knopje vinden, wil je de vertaalknop toevoegen aan de chat. Nou ja, dus dat hebben heel veel mensen nooit meer aangezet. Nou, dat is best wel een coole functionaliteit. Want ja, je stelt je Teams op een bepaalde taal. Per persoon kan natuurlijk verschillen. Sommige mensen in Nederland staan, sommige in het Engels, sommige in Duits. We hebben een paar buitenlandse collega's, die hebben misschien weer in een andere taal staan. En die knop maakt het eigenlijk mogelijk dat je een chatbericht of een kanaalbericht kan vertalen naar de taal waarin jij je Teams hebt staan. En dus heb je hem in Spaans staan, dan vertaalt hij naar het Spaans. Dan heb je in Nederlands staan, dan vertaalt hij naar het Nederlands toe. En dat werkt verrassend goed eigenlijk. Ja, we kennen Google Translate, een beetje dezelfde functionaliteit. Wordt ook steeds beter. Ja, het is niet altijd perfect. En met name sarcasme en dingen, dat gaat wel eens een beetje verloren. Maar op een gegeven moment kom je wel op een punt dat als die persoon die in het Japans wil typen, in het Engels iets gaat typen, ja, dan komt ook niet altijd een coherent verhaal uit. En andersom, misschien, de ene kan wel goed Engels, en misschien geen goed Frans of Russisch of wat dan ook. Hè. Dus op een gegeven moment gaan we misschien wel naar een situatie toe. Dat als je internationaal samenwerkt, je zegt, ik type mijn eigen taal. En mensen vertalen dat naar hun eigen taal toe. Dat dat gewoon beter is, dat je allebei gaat proberen in een gemeenschappelijke taal te communiceren. Dus ja, dit in de toekomst, dit wordt het natuurlijk gewoon. Ja, is gaaf. Als we met onze spraakcomputers natuurlijk. Laatste item is Microsoft Lists. Ja, ja, nieuw. Nieuw, soort van nieuw. Lists bestond al langer in SharePoint. Hè. Dus, dat was eigenlijk gewoon in plaats van een lijst met documenten, was het een lijst met items, actie-items, issues, evenementen, pagina, dat soort dingen. Dat was wel aardig. Dat was de conclusie. Er werd ook niet zoveel meer gebruikt. Nu hebben ze het eigenlijk opgepoetst. Uiteraard beschikbaar gemaakt binnen Teams. Ja, en nu zie je best wel cool. Je drukt op plusje in een kanaal. Je zegt ik wil een list toevoegen. En dan geeft hij al een idee. Je hebt een bestaande lijst. Nou, niet veel mensen zullen dat hebben, denk ik. Of wil je een template gebruiken? Nou, template, dan geeft hij. Wil je een issue-lijst maken? Wil je een onboardingsprocedure maken? Een kalender? Nou, wat dan ook. En dan maakt hij een aantal kolommen voor je. En je ziet het grote verschil is met bijvoorbeeld een planner. Is dit, hij maakt gewoon een lijst met items. En die kunnen commentaar bevatten. Die kan je een type geven. Die kunnen kleurtjes hebben. Die kan je toekennen aan personen. Ja. Een groot verschil met bijvoorbeeld als je het in Excel zou maken. Profielfotootjes. Precies. Hè? En dat is natuurlijk vaak de vergelijking. Is het Excel of is het een lijst? Nou, Excel doet best wel veel hetzelfde. Kolommen aanmaken, filters toepassen. Ja. Doet dit allemaal ook. Maar met name die mensen koppelen hieraan. Ja, of dat nou iemand is die het gaat uitvoeren, of iemand die het gemeld heeft. Ja, dat is echt wel een extraatje.
Dus, en nou ja, goed, met name het gedeelde Excel-documenten, filters. Eén past de filter aan, die ander krijgt ook dat filter. Ja. Gaat heel vaak mis. Ja, dit is gewoon weer persoonlijk. Hè. Dus je kan zelf zo sorteren als je wil. Kolommetjes weghalen, filter kan allemaal precies hetzelfde. Ja. Dus ja, we zoeken een beetje naar de meerwaarde. In wanneer gebruik je nou een planner, wanneer gebruik je nou een lijst. Hè. Dat is ook een beetje per organisatie, per persoon misschien in te delen. Maar ja, met name inderdaad voor actielijsten kan het ook prima zijn. Dat je een snel overzicht kan zien. In plaats van zo'n Kanban-bord, hè, wat we met planner bijvoorbeeld gebruiken. Dus ja, echt wel, was toch meer indruk dan ik had verwacht. Hè. We zijn nog een beetje aan het zoeken, wat gaan we nou vervangen? Onze Excel-lijsten of welke planners? Ja. Maar ja, je ziet dat mensen nu al mee aan het experimenteren zijn. Dat ze best wel wat leuke lijsten hebben. Dus, biedt potentie. Ja, huh? Ja, nog een beetje zoekende denk ik. Maar ja, je ziet nu al dat mensen natuurlijk met posts komen en blogs. Van hey, ik heb een lijst gemaakt voor dit. Ik heb een kolommetje aangepast, maar nu doet hij ook dit. En ik heb het gekoppeld aan een flow die automatisch dit doet. Ja, ja. Op een gegeven moment gaat het echt heel ver. En dan zie je natuurlijk echt dat ja, naarmate mensen het gebruiken, komt er ook meer functionaliteit naar boven. Ja. Dus advies, klik dat plusje, voeg een list toe, pak een template en ga gewoon eens aan de slag. Ja, probeer het uit. Ja. Dan willen jullie bedanken voor het kijken. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie een mailtje sturen naar onderstaand mailadres of een Teams chat sturen. En tot volgende maand. Ja. Bedankt voor het kijken.